Wauw. Ah, daar is de merriegroep. Hoi, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Een lang verwachte video, want jullie hebben heel erg veel gevraagd naar deze video. En het spijt me dat jullie zo lang hebben moeten wachten. Aan de andere kant spijt het me ook niet, want ik ben gewoon bezig met andere dingen in mijn leven. En die periode dat ik tot diep in de nacht zat te editen, die heb ik gewoon gehad. Ik vind dat niet meer leuk. Dus ik heb nu weer heel erg veel plezier in YouTube, maar... video's heel snel maken en editen en verwerken, dat blijft gewoon een beetje een terugkerend probleem bij mij. Dus ik had het wel graag eerder met jullie willen delen. Maar ik ben verhuisd met mijn paarden. Ik ben niet verhuisd, ik woon nog steeds in hetzelfde huis, alleen mijn paarden zijn verhuisd. En in deze video wil ik jullie vertellen wat de reden is van onze verhuizing, hoe het allemaal is gegaan. En hoe het nu gaat. En natuurlijk krijgen jullie ook beelden te zien van hoe de paarden er nu bij staan. Op stal? Op stal? Ja, stal. Soort van. Dus dat in deze video. Als je het interessant vindt, blijf dan zeker kijken. Weken geleden heb ik Snuitje en Illustro verhuisd en ik kreeg vragen of ik bijvoorbeeld ontevreden was over de stal waar ik stond of dat er problemen waren of wat dan ook. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet het geval. Ik heb echt met ontzettend veel plezier de afgelopen jaren op die stallen gestaan en ik mis eigenlijk nog steeds wel de mensen en de paarden daar en zeker ook het bos, want ja, je liep gewoon letterlijk het bos in daar en het was ook een heel gaaf bos met heel veel heuvels en avontuurlijke routes. En oh, dat mis ik heel erg. Eigenlijk geen zoetsappige roddelverhalen of dramatische gebeurtenissen. Ik ben er eigenlijk heel erg tevreden geweest en ook op hele goede voet vertrokken. Dat al ten eerste. Het is niet omdat ik niet tevreden was over de pensionstalling waar ik eerst stond. Maar... er was wel iets waar ik in het algemeen niet meer tevreden over was. Alleen dat had dus niets te maken met de service vanuit daar. Maar meer met het veranderen van mijn eigen visie. Van mijn eigen principes. Het anders indelen van mijn waarden, zeg maar. Dus ik denk dat jullie het al een klein beetje... raden, want ik heb het al een keer in een video laten doorschemeren. Volgens mij was dat in een vlog waarin ik met Ronnie in een stal stond en dat ik zoiets zei van... ze komen in ieder geval lekker elke dag buiten. Weet je, ik heb het nog niet eerder echt op in mijn vlogs volgens mij gedeeld. Misschien wel, misschien niet, misschien heb je het al een beetje aan mij gemerkt. Ik weet niet, het gaat me soms steeds meer tegenstaan dat ik mijn paard achterlaat in een stal. En dan naar huis rij en dan weet van, ja, hij komt pas de volgende ochtend om 8 uur weer zijn hok uit. Ik weet niet, ik zit er soms wel eens echt mee. Dan zit ik thuis op de bank in de avond of dan lig ik op bed en denk van, ja, paarden zijn eigenlijk de hele nacht toch wakker. En staan ze daar maar in dat hokje, terwijl ze gewoon gemaakt zijn om te wandelen en te sprokkelen en bij elkaar te kriebelen en gewoon lekker samen in een groep te staan. Ik weet niet, misschien klinkt het heel vaag of zo. Ik wil er ook niet gelijk zo'n zwaar moedige vlog van maken, maar ik ben wel benieuwd hoe jullie daar, of jullie daar ook zeg maar soms zo over nadenken. En ik deel dat dan eventjes hieronder in de reacties.
En ja, dit is een thema wat mij de afgelopen jaren heel erg bezig heeft gehouden. En het bleef me ook een beetje achtervolgen. Dus soms probeerde ik die gedachten dan wel weg te stoppen. Maar dan ja, kwam het eigenlijk altijd weer terug. Bijvoorbeeld, ik ging een workshop volgen over paardenhoeven. Ja, en eigenlijk kwam ik daar ook weer tot de conclusie dat de vrije beweging en gewoon de beweging en het dieet van paarden en de hygiëne, dat het allemaal super belangrijk is. Dat het niet alleen maar gaat over hoe bekap je een hoef of hoe verzorg je een hoef, maar dat het hele management eromheen is. Vervolgens ben ik ook bij een workshop geweest over lymfe. En ja, eigenlijk kwam ik daar weer op hetzelfde thema uit. Dat ook in het kader van een goede lymfestroom, dat de beweging heel belangrijk is. En dan niet trainen, even een uurtje hard trainen en dan het paard weer vervolgens 12 uur lang in een hok neerzetten. Maar juist het hapje, stapje, door de hele dag heen, een beetje bewegen. Dat juist zo belangrijk is. En ja, zo zijn er allerlei zaken. Ook onder andere dat ik vorig jaar aanwezig... Dat was niet vorig jaar, dat was dit jaar. Ik weet het niet meer. Het is zo'n rare jaar dit jaar. Maar dat ik in ieder geval aanwezig was bij een dissectie. Dat is dus dat er een overleden paard wordt ontleed. Ik weet niet of ik dat zo kan zeggen of dat de juiste bewoording is. Maar ik bedoel het in ieder geval niet op een grove manier. Maar dat was ook echt ontzettend leerzaam. En het ging allemaal heel respectvol. Kan ik ook iedere paardeneigenaar aanraden om daar een keer bij aanwezig te zijn. Want het is echt super leerzaam. Eigenlijk, ik kan nu wel vertellen van ik heb deze workshop gedaan en die cursus en dit en dit en dit. Waar het op neerkomt is dat het voor mij persoonlijk een terugkerend thema was dat eigenlijk gewoon, de vrije beweging van het paard super, super belangrijk is. En dat we heel veel kwaaltjes hebben in onze paardenland. Die denk ik heel veel paardenmensen ook heel gewoon vinden. Die eigenlijk een beetje onnodig zijn. Jullie kennen het wel. Gewoon van die standaard dingetjes. Waarvan gewoon best wel veel mensen zoiets hebben van, oh ja, maar dat hoort erbij. En nu kijk ik er eigenlijk heel anders naar. Ik denk, nee, maar het hoort er eigenlijk helemaal niet bij. Wij zijn eraan gewend geraakt. En normaal is slechts wat je gewend bent. Maar wie zegt dat ons normaal eigenlijk goed is voor de paarden? Voor mij is het dus echt een thema geweest wat ik op ieder vlak weer tegenkwam. Dus ook al wilde ik mijn kop in het zand steken, het lukte niet, want het achtervolgde me de hele tijd. En ik wil altijd open blijven staan en ik wil ook kritisch naar mezelf kunnen kijken. En ik reflecteer op mijn eigen handelen en ik probeer altijd goed te voelen van wat ik nu doe. Voelt dat nog oké met de waarden die ik heb en met de visie die ik heb? En matcht dat nog? En als dat zeg maar niet helemaal lekker matcht, dan gaat dat zitten schuren. Dan bij mij gaat het dan echt zitten wringen en dat gaat me bezighouden. En nou, dat had ik dus ook als het aankomt op het onderwerp stal. Heel vroeger, zo lang is dat nog niet eens geleden. Want toen maakte ik zelfs al vlogs. Voor degenen die mij al super lang volgen, en anders kan je het ook terugvinden op mijn kanaal. Eigenlijk mijn eerste vlogs, die zijn op een stal opgenomen waar de paarden de hele winterperiode, en dat was dan meestal vanaf september, oktober tot en met het voorjaar, maart, april, op stal stonden. Er was dan wel een paddock, die mocht je ook gebruiken, maar alleen als je dan zelf erbij aanwezig was. Dus dat, en die was dan ook vaak wel een beetje bezet, want iedereen wil natuurlijk zijn paard in de paddock. Dus ik heb die tijd gewoon meegemaakt dat eigenlijk de winter lang, dat de paarden misschien een half uurtje of een uurtje per dag in de paddock kwamen. En daarnaast moest ik dan nog gaan trainen. Dus ja, om nou te zeggen dat ze 7 dagen per week in de paddock kwamen. Nou, dat was ook niet het geval. En
nu kan ik me dat niet meer voorstellen. Vanuit daar ben ik naar de stal verhuisd die jullie ja, meest recent kennen. Supermooie stal. En daar komen ze het hele jaar door. Van de ochtend tot en met eind van de middag in het weiland. Ook in de winter, ook als het sneeuwt, ook als het regent. En ze kregen echt superveel ruwvoer en ook van goede kwaliteit. Dus ja, dat was echt al voor mij een hele grote vooruitgang. Dat het eigenlijk ja, onbeperkt ruwvoer was en dat ze elke dag op het weiland kwamen. Dat was natuurlijk al een hele grote stap vooruit. En ook in de omgeving waar ik woon is het eigenlijk ja, zeldzaam dat de paarden in de winter ook op het weiland kunnen. Want ik woon echt in een gebied waar vooral kleigrond is. Daarom dat mijn paarden op de vorige stal waar ik stond ook een beetje een stukje verder weg stonden. Want daar was dan bosgebied, dus er was geen klei. Ze kon dat wel, zeg maar, in de winter. Maar hier waar ik woon, dat is er gewoon echt niet. Dus het is hier in de omgeving echt doodnormaal dat je paard gewoon 's winters op stal staat. Eventueel overdag even op de paddock, misschien een paar uurtjes, maar that's it. Of je moet de paarden aan huis hebben, dan kan je het zelf wat anders indelen. Maar pensionstallen, weinig. Met uitzondering. Goed, dus dat was eigenlijk al een stap in de goede richting, dat ik op die stal stond. Maar, ja, is het glas dan half vol of half leeg? Ik bekeek het eerst echt super positief. Zo van, hé, ze staan 8 uur per dag buiten, elke dag. Maar een etmaal, 24 uur, 8 uur van 24 uur, is 1/3 van de dag. Betekent dus dat ze 16 uur lang wel in de stal staan. En dan kom ik tussendoor wel trainen. En dat deed ik dan vaak ook aan het eind van de dag. Dus het liefste pas rond etenstijd of in de avond. Omdat ik ze overdag hun weidetijd niet wilde ontnemen. Maar toch betekende dat ze alsnog wel 15 uur per dag in een stal stonden. En in de stal beweegt een paard gewoon minder. Ook al werden de stallen super netjes bijgehouden. Maar ja, als ze gewoon een keer mesten en ze willen ergens gaan liggen, dan is er eigenlijk geen andere optie dan dat ze toch in hun mest gaan liggen. Of weet je wel? Ja, ik moest er iets mee. Ik moest er iets mee, want anders blijft het aan me knagen. En dan ga ik met heel veel schuldgevoelens en met een negatieve mindset naar stal. En dat moet niet. Wat voor mij ook een druppel was, is dat Snuitje is heel koliek gevoelig. En ze heeft wat makkelijk last van gaskoliek. Dus dan krijgt ze een hele opgeblazen, bolle buik. En dit gebeurde eigenlijk altijd in de avond of in de nacht. Nooit als ze op het weiland stond, maar wel als ze op stal stond. En nu is er, wanneer was dat nou? In juni? Volgens mij was het in juni. Een periode geweest dat het niet zo goed ging met Snuitje. En we konden er eigenlijk geen vinger op leggen. De arts was al drie keer geweest. En ja, dus we hadden allerlei dingen onderzocht. Maar het bleef allemaal een beetje vaag. Maar wat eigenlijk de situatie was, dat Snuitje iedere keer in de avond en in de nacht niet lekker was. Dus ook in haar stal ging liggen. En een beetje ja, kolieke signalen vertoonde. Maar overdag dan in het weiland ging het eigenlijk wel heel goed. Ik voelde gewoon al alles in mijn lijf van, ze moet niet meer in de stal staan. Ze moet gewoon kunnen bewegen, vrij kunnen bewegen. En dat was voor mij dus ook wel eigenlijk een soort van doorslag. Waardoor ik naar een andere stal ben gaan kijken. Nou, dat was niet makkelijk. Want zoals ik al zei, bij ons in de omgeving is het niet heel makkelijk om de paarden 24/7 buiten te houden. Zeker niet in de herfst en winter. En ik heb ook wel weer bepaalde eisen aan een stal. Ten eerste moet ik de sfeer moet gewoon goed zijn. En dan kan je misschien denken, oh, dat is wel egoïstisch. Want het gaat om je paarden en om het welzijn van de paarden. En nou, toch is dat niet helemaal zo. Want ik ben degene die daar tijd doorbrengt met mijn paarden. En mijn paarden komt verzorgen en komt trainen. En als ik daar niet op mijn plek ben, dan neem ik die energie ook mee naar mijn paarden. En dat is gewoon voor niemand fijn. En ja, ik wil heel graag wel heel veel plezier en liefde ook uit mijn paarden halen.
ik ben echt wel een zelfstandig persoon. Ik ben niet iemand die heel, heel erg amicaal is of heel erg actief in allerlei groepsactiviteiten. Of ik ben ook eerder wat verlegen, eerlijk gezegd, dan dat ik heel erg de gesprekjes opzoek. Maar gewoon, ik bedoel met een goede sfeer gewoon dat, dat mensen elkaar in de waarde laten. En dat er weinig toestanden onderling zijn. En dat het gewoon lekker een beetje leven en laten leven is. Dus dat vond ik heel belangrijk. Nou, het moet natuurlijk wel punt 2 aan te rijden zijn vanaf mijn huis. Ik kan niet een uur elke dag heen en een uur elke dag terug. Dus dat was een belangrijk punt. En dat er goede rijbodems zijn. Dat is voor mij ook wel heel belangrijk. Want soms vind je wel eens een plek waar je 24/7 je paard buiten kan houden. Maar dan zit er of geen bak bij. Of gewoon een hele slechte bak met bijvoorbeeld heel zwaar zand. Of een bak die heel vaak super nat is en ook niet snel opdroogt. En ja, voor hetgene wat ik met de paarden doe qua training, vind ik dat echt niet ideaal. Dus een goede rijbodem was voor mij wel echt heel belangrijk. Dus ja, daar ben ik in gaan zoeken. En natuurlijk een stal waar je met een bit mag rijden. Dat klinkt echt heel gek als ik dat zo zeg. Van, mag je met een bit rijden? Maar er zijn plekken waarvan ik echt denk van, wauw, dat zijn een soort van paardenparadijsjes. Maar dan ben je gewoon niet welkom als je bijvoorbeeld met een bit rijdt. En dan denk ik wel van, ja, zo die brug die eigenlijk gelegd moet gaan worden tussen wellicht enerzijds een, ik ga nu heel erg stigmatiseren, hè? Dat is niet mijn bedoeling. Maar ik doe dat even om een duidelijk plaatje te creëren. Want ik weet als geen ander dat ieder mens uniek is en een eigen verhaal heeft. Dat we niemand in hokjes moeten proppen. Maar ik bedoel even heel zwart-wit. Stel dat je een reguliere sportruiter hebt. Die bijvoorbeeld het paard op stal heeft. En met een bit rijdt en wedstrijden rijdt. En je hebt dan anderzijds een pensionaanbieder, pensionhouder. Die echt een topplek voor de paarden heeft. Waar ze meer vrije beweging hebben. Gewoon goede schuilplekken. Supergoed ruwvoer. Wat er gewoon echt dat je denkt van, nou, dit heeft een paard nodig. Maar die brug tussen die twee, die moet gelegd gaan worden. Dat is zo nodig. Nou goed, daar ga ik nu niet veel over uitweiden. Maar ik ken natuurlijk veel mensen. Ik spreek natuurlijk veel mensen. En ik merk dat die bruggen, die moeten echt gebouwd gaan worden. Dus het zou natuurlijk super tof zijn als er steeds meer sportruiters of mensen die hun paarden nu heel traditioneel... Ik ben een beetje aan het zoeken met de woorden, maar ik bedoel gewoon paarden op stal, in de winter op stal, in de zomer het land op. En hè, dat die mensen wellicht wat meer interesse krijgen of open gaan staan voor een andere manier van paarden houden. Maar ik vind ook dat de mensen die nu al faciliteiten aanbieden, waarbij een beter paardenwelzijn kan worden gefaciliteerd, dat zij ook meer open moeten gaan staan om die andere mensen te verwelkomen. Ja, zo. Dan kan er vanaf twee kanten kunnen er zo steentjes worden gelegd en dan zo, hier, dan krijg je zo'n bruggetje. Ja? Oké, dat vind ik. Daar loop ik heel erg tegen aan. Dus dan denk je, oh, fantastische locatie. Oh, ik ben niet welkom, want ik draag geen bit. Of wat ik gebruik hem. En weet je, ik ga niet stoppen met het gebruiken van een bit, omdat het niet mag van de stalhouder. Zoiets dat moet uit je hart komen. Daar moet je echt daar moet je echt achter staan. Dat moet je echt willen. Dat moet je echt voelen. Dat moet je echt, ja, echt leven. En dan ga je daarnaar handelen. En ik vind niet dat andersom opgelegd moet worden. En dat je daar op verketterd moet worden. En dan ben je niet welkom. En dat vind ik niet prettig. Ik heb dus een stal gevonden. Het is een half uur rijden vanaf mijn huis. Dus dat is wel voor mij wel echt de max. Het is wel even wennen. Eerst reed ik een kwartiertje, nu een half uurtje. Maar de paarden kunnen dus 24/7 buiten wonen. Ze hebben inloopstallen. Ze hebben hooiruiven. Dat ga je dus straks allemaal zien op de beelden. En ze kunnen naar het weiland lopen. En dat weiland loopt een beetje op een soort van heuvel. En het is ook zandbodem. Dus dat wordt niet extreem modderig. In ieder geval niet zo erg als met klei. Nou, er is een top buitenbaan. Bodem, eppenvloed en mooi egaal. En goed qua hardheid. En er is een binnenbaan.
wasplaatsen, kasten. Ik heb, en er is ook bos. Alleen niet zoals op een vorige stal, dat je er echt gewoon in. Dat je gewoon omringd bent met bos. Je moet hiervoor wel even met je paard rijden om naar het bos te gaan. Maar dit kan wel langs de akkers en weilanden. Dus je hoeft niet langs de autobahnen. Je kan allemaal op onverharde wegen kan je ook naar het bos. Dus ik kan nog steeds in het bos rijden. Maar zo fantastisch als op de vorige plek, dat niet. Maar het is heel mooi. Het ligt eigenlijk aan de Duitse grens. Het ligt echt net op de grens Nederland-Duitsland. We horen officieel bij Nederland, maar we kunnen zo zwaaien naar Duitsland. Dus het geeft ook een beetje een vakantiegevoel. Want het is heel mooi met heuvels. En het is toch even weer een andere omgeving. Het hooi is super. Dat zien jullie zo meteen ook allemaal op de beelden. En ja, en bij de buren organiseren ze ook wedstrijden. Iedere maand. 1 keer per maand. En dat is super fijn. Want daardoor kan ik dus een dressuurwedstrijd rijden zonder dat ik met de trainer op stap moet. Dus kan ik gewoon op stal opzadelen en dan, en dan naar de wedstrijd. Nou, super fijn. Dus dit is waar ik nu sta. Hoe is dat gegaan? Ja, in het begin heel stressvol voor Snuitje en Illustro. Want ze plakten heel erg aan elkaar. Maar ze staan alle twee in een andere groep. Namelijk de merriegroep en de ruinengroep. En die zijn wel naast elkaar. Dus ze kunnen elkaar wel zien. Maar ja. Dus wat ze wel heel goed doen. Is dat ze de paarden daar echt op een rustige manier laten wennen. Dus de eerste week hadden Snuitje en Illustro hun eigen afgezette stukje. Konden ze ook nog lekker bij elkaar naast elkaar staan. En vervolgens gingen ze, doen ze de paarden alleen overdag in de groep. En dan doen ze alleen rustige paarden erbij. En dan doen ze 's avonds en 's nachts weer terug op hun eigen stukje. En dat doen ze dan ook voor een paar dagen lang. En uiteindelijk dan blijven ze gewoon helemaal in de groep. Dus dat duurt ongeveer 1,5 tot 2 weken. Dat is heel fijn. Alleen ik had een beetje het nadeel achteraf. Had ik dat misschien anders kunnen doen. Dat ik ze niet tegelijkertijd had verhuisd. Want Snuitje en Illustro, vooral Snuitje, bleef heel erg aan Illustro kleven. Dus ze bleef de hele tijd ijsberen langs de grens van het weiland. En daardoor ging ze gewoon helemaal niet eten. En ook helemaal niet socialiseren met de andere paarden. En ik dacht op een gegeven moment echt van, zou het mogelijk zijn dat een paard in hongerstaking gaat? Ik bedoel, eten is toch wel echt primaire levensbehoefte. Maar wordt het niet overschaduwd doordat ze nou zo enorm gefixeerd is op Illustro? Elke keer als ik kwam, zag ik haar alleen maar ijsberen langs de draad. En ik zag dat haar buik helemaal ingetrokken was. En dat ik zag haar gewoon helemaal ook niet eten. Ze nam helemaal niet de rust om te eten. Dus ik maakte me heel veel zorgen om Snuitje. Snuitje is een ouder paard. Ze is 26 jaar. Ik heb ook goed nagedacht of ik dit nog met haar kan doen. Ja, ze zegt toch wel eens, een ouder paard kan je beter niet verplaatsen. Snuit die hecht heel veel waarde aan haar dagelijkse routine. Maar ik heb het toch gedaan. Ze is nu 26. Misschien wordt ze wel 36. Dus dan heeft ze nog 10 jaar. En ze is verder gewoon in een goede gezondheid. Dus ik heb dat toch gedaan. Het was even stressvol. Ik zal het eerlijk zeggen. Daarom, dat is ook een van de redenen dat ik niet gelijk een video heb geplaatst. Want ze was gewoon onrustig. En ze at niet goed. Dus ze ging gewicht verliezen. En ze wilde niet stilstaan op de poetsplaats. En ze was helemaal... Dus echt qua trainen heb ik natuurlijk ook gewoon eigenlijk niets gedaan. Zeker niet de eerste paar weken. Want ik was alleen maar aan het... Ja, ik probeerde alleen maar een beetje te managen dat ze goed ging integreren. En dat ze ging eten. En dat ze de rust zou vinden. Dus daar ben ik heel erg mee bezig geweest. En daar heb ik ook weer heel veel van geleerd. En het is allemaal goed gekomen. En het gaat nu hartstikke goed met Snuitje en met Illustro. Ik ben echt heel blij met deze keuze. En... wat wel heel belangrijk is om te vermelden, is dat Snuitje sinds de verhuizing niet 1 keer een opgeblazen buik heeft gehad. Zeker in deze maanden, september, oktober, dat zijn voor Snuit echte risicomaanden. Nou, ze heeft het niet 1 keer gehad. Ik heb haar niet 1 keer met een opgeblazen buik gezien. En ik weet eigenlijk wel zeker dat het komt omdat ze nu... kleinere porties eet en meer beweegt.
ze wordt natuurlijk door de andere paarden ook meer ja, uitgedaagd om in beweging te komen. Want ja, zo'n groep paarden wat verplaatst weer. Dan gaan ze naar het weiland en dan gaan ze weer naar de ruif. En dan jaagt de een de ander weer eens een keer weg. Snuitje moet daardoor ja, ook op een andere manier haar energie inzetten. En ja, het hooi wat ze krijgt is wat soberder. En als ze bijvoorbeeld uit de ruif moet eten, moet ze er wat meer moeite voor doen. Dus dan heeft ze gewoon kleinere hapjes. Het gaat gewoon heel goed met haar. Ik zie haar ook niet meer lucht zuigen. Misschien heb ik het alleen nog niet gezien en doet ze het wel, maar ik heb het niet gezien. Maar goed, ik ken Snuitje natuurlijk al heel lang. Hoe lang zou je dan vragen? 14 jaar. En ik heb haar in die 14 jaar niet anders gekend dan een pony die lucht zuigt. Ook toen ze vroeger wel ook in de zomer dag en nacht buiten stond, had ze ook daar altijd een paaltje waar ze aan ging lucht zuigen. Dat vond ze altijd wel ergens. Maar tot nu toe heb ik het nog niet gezien. Dus oh, geen opgeblazen buik meer. Geen koliekverschijnselen meer. Niet meer zien luchtzuigen. Nou echt, ik ben super blij. En ze is ook weer echt goed bijgetrokken qua gewicht. En ze ligt hartstikke fijn in de groep op het moment. Dat was wel even spannend, want ze is natuurlijk wat ouder. En ze is niet mega dominant. Maar op een gegeven moment werd ze vriendinnen met een paard die wel best wel hoog in de rang staat. Dus kon ze een beetje in de schaduw van dat paard, kon ze ook een beetje mee eten. En ja, nu is dat paard helaas geblesseerd. Waardoor die even apart staat. Waardoor Snuitje gewoon ja, nu op eigen benen is komen te staan. En eigenlijk ja, heeft dat super goed uitgepakt voor Snuit. Ja, ik ben heel blij met deze beslissing. We moeten de winter nog gaan meemaken. Hè? Dus ik ben wel een beetje voorzichtig enthousiast. Want ja, ik wil gewoon heel goed voor mijn paardjes zorgen. En het is, ik vond het best wel een stap om ze zo, ja, zo daar. Zo van, nou, gaan jullie maar lekker 24-7 buiten wonen. Maar tot nu toe bevalt het heel goed. Ik heb er echt geen spijt van. Ik denk dat ik alles wel een beetje heb verteld. Jullie hebben ook al wat beelden voorbij zien komen. Ik ga nog wat beelden laten zien. En natuurlijk in de komende vlogs ja, gaan jullie meer zien van de setting op stal waar de paarden nu wonen. En dan wijst het zich allemaal wel vanzelf, denk ik. Mocht je nou nog vragen hebben, heb ik iets niet goed uitgelegd of heb ik een vraag helemaal onbeantwoord gelaten, laat het dan zeker weten hieronder in de reacties, want dan beantwoord ik dat met alle liefde. En ja, ik ben heel blij met deze keuze. Wellicht kan ik wel iemand inspireren met deze video. En wat ik net zei over die brug bouwen. Of dat mensen gaan nadenken over van wat is eigenlijk goed en gezond voor een paard. En of misschien wel een stalhouder die denkt van nou ja, misschien ga ik ook andere keuzes maken in het indelen van mijn bedrijf. Ik weet het niet. Ja, ik deel mijn persoonlijke ervaring en ik gooi het nu op internet. En wie weet komt de boodschap ergens goed terecht. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Vond je het een leuke of interessante, inspirerende video? Doe alsjeblieft een duimpje omhoog. Dan weet ik dat jullie mijn video waarderen. En check even of je al geabonneerd bent door hieronder op de abonneerknop te klikken als je dat nog niet hebt gedaan. En hopelijk tot een van mijn volgende video's. Doeg! Snuitje en Strootje staan nu daar bovenaan. Ze hebben de afgelopen dagen apart gestaan van de groep. Zeg maar een eigen inloopstal en een eigen uitloopje, maar wel naast elkaar. Maar wel gescheiden door draad. En nu staat Illustro in de ruine groep. Dit is de ruine groep. Dat daar is de merrie groep. En ze staan toch nog bij elkaar, gescheiden door draad. Het is hier echt super leuk. Kijk, het is een heel mooi meer. Zoals je ziet ook afgezet met draad. Want er was ooit een ruin, heb ik gehoord. Die is naar de overkant gezwommen, naar de merries. Dus vandaar. En dan zie ik Illustro ook al vooraan. We gaan eens even kijken hoe het met ze gaat. Strootje! Strootje is heel druk bezig, want hij moet Snuit verdedigen. Snuit wil bij Strootje blijven. Hola, jongen. Hola. Oeh. Oh. Zo.
Hey, hey. Ik wil er niet tussenin, maat. Oh, daar gaan ze weer. Snuitje! Hi! Ik heb jou gevonden. Gelukkig maar. Goed hoor. Het is heel braaf zo. Heel knap.